Dit is de eerste dag van de aprilmaandvlog. En ik ben nu mijn haar aan het krullen. En ik doe dit met een steltang omdat het dan wat sneller gaat. En ik wil niet per se krullen, maar ik wil gewoon ja, dat er wat slag in zit. En het lukt best wel goed. En waarom ik dit doe, is omdat ik met Leonie en Rosalie ga filmen vandaag. En ik heb mijn make-up al gedaan en mijn outfit aan. Ik heb gewoon een Levi's shirtje aan met een broek met gaten erin. En een beetje van die, ja, ladders of zo. En die meiden komen om 12:30. En het is nu bijna 12:00. Dus ik ben bijna klaar. En we gaan bij mij filmen. We gaan een mukbang filmen. En voor mijn kanaal, die is voor Leonieder kanaal. Voor mijn kanaal gaan we Tumblr foto's nadoen. En voor Rosalieder kanaal gaan we behind the scenes doen. Dus allemaal superleuk. Oh nee. Nu kan ik natuurlijk niet meer weten wat ik wel heb gedaan en wat ik niet heb gedaan. Oké, mijn hele haar is als het goed is gekruld. Het ziet eruit van wel. En dat betekent dat ik het nu nog eventjes in ga laten en dan ga ik er zo meteen met mijn handen doorheen. En dan is het als dat goed is mooi, hoop ik. Ik laat mijn steltang hier even liggen, maar misschien dat ik tussendoor nog even zo moet doen. En ik ben ook opeens weer best wel verkouden. Maar het weer is gewoon zo naar. Het is nu heel warm. Maar het is de laatste tijd warm koud. En daardoor word ik gewoon verkouden. Ik ga nu naar beneden dingen klaarzetten. En dan zijn de meiden er zo. Oké, de meiden zijn er bijna. Ik ga nu mijn schoenen aan doen, want we gaan zo meteen gelijk sushi halen. Leonie zit in de bus hier dichtbij. En Rosalie is met de auto hier dichtbij. En Rosalie haalt Leonie op van de bushalte of zo. Geen idee, maar ze zijn er in ieder geval bijna. En ik sta klaar om ze met open armen op te vangen. Hé, ik heb een nieuwe plek om mijn camera neer te zetten. Alleen is het een beetje hoog. Ja, ik heb een aan. Oh. Ja, dat heb een pakketje gekregen. Roos, doe mijn voice-over. Yes. Oké, ga jij knippen? Omdraaien. Oké. Wauw, ja. Iets blauws. Oh, skincare. Chill. Kijk, mooie verpakking. Wow, wat is dat? Dit is ook prachtig. Wat is dit? Ik heb geen idee. Dit is... Is dat dat? Even kijken. Huh? Ik weet het echt niet. Ik denk dat... Wat zie je het? Ik denk dat dat die is, hè? Of niet? Maak ze ook wel anders? Die dop eraf? Ja, dat denk ik juist wel, hè? Is het niet drinken? Of is dat heel raar wat ik nu zeg? Het lijkt wel echt op drinken, maar ik ga het echt niet proberen. Ik denk het wel, hoor. Proef het. Nee, dus, dus wat jij wel drinken, toch? Weet het niet. Ik durf het niet staat het er niet bij? Nee, ik zou niet drinken, hoor. Ja, dat is niet goed. Maar dit is echt dit flesje. Nee, ik durf het niet te drinken. Ik denk dat het drinken is, want het is echt een drinkfles. Ja, doe het. Het is aloe vera drinken, denk ik. Oh my god, ja. Wat zit erin? Stukjes aloe vera. Ja. Ja, en dit is dan die. Ja, het is drinken. Oké, het is echt wel lekker, maar ik dacht... Wel een mooi flesje. Ja, het is heel mooi. Oké, ik ben overgestapt naar mijn vlogcamera en Rosalie en ik... Oh, ik moet wel op mijn andere kaartje gaan doen. Omdat ik meestal altijd alleen de positieve dingen in mijn leven film, ga ik nu ook eventjes vloggen. Want dit is niet zo positief. Ik heb dus al de hele dag een beetje jeuk in mijn gezicht. Ik heb geen idee waarom, want ik heb niet echt iets gegeten dat ik nooit eet. En waardoor ik iets van een allergische reactie kan krijgen. Maar ik weet niet, maar opeens, het valt nu wel mee dat ik heb er... Nee, eigenlijk echt niet. Is dit gewoon helemaal rood. Hier heb ik een heel bultje gewoon. Je kan het zo wel een beetje zien. Hier zit gewoon zo'n bultje. Helemaal rood en heel droog. En ik heb er net bio-oil op gedaan en een koud doekje. Het gaat gewoon niet weg. En morgen heb ik een fotoshoot voor in het blad De Vrouw. Samen met mijn moeder en nog andere YouTubers en hun moeder. En het jeukt gewoon echt. Ik heb gewoon hier jeuk en daar en hier. Eigenlijk gewoon mijn hele gezicht jeukt. En ik heb werkelijk geen idee waardoor. Goedemorgen, het is de ochtend van de fotoshoot en ik heb zeg maar mijn shirt al aan.
Dit is de staat van, ja, het droge deel. En ik zou ook nog, want ik gebruik sinds een tijdje deze. Nu zeg maar 3 dagen, dus niet een tijdje. Deze zonnebrandcreme. En het zou ook kunnen dat ik hier niet tegen kan. Oké, dit is mijn outfit. Outfit 1. Dan heb ik hier outfit 2. Dat is dit shirt, of die ik nu aan heb, met een hele spijker outfit. En ook dus nog een spijkerbroek. En de derde outfit is dit jurkje van Latres. Dus, dat. En mijn moeder heeft ook zo'n soort pak. En wij doen nu allebei deze aan, hè? Niet allebei deze, hè? Niet allebei die. Jij die. Wij doen deze. En ik die. Even kijken. We staan nu niet in de spiegel, hoor. Dit. Ik deze en jij die. Zijn we toch leuk? En jij mag geen make-up op. Maar jij speelt vals, hè? Door je wenkbrauw gewoon te verven. Ga je wel wat aan je haar doen? Mag ook niet. Kunnen ze daarna toch niks meer aan doen? Oh, jawel. Ja, ik mag wel wat aan mijn haar doen, maar ik heb het gisteren gekruld. En nu zit er nog een beetje slag in, dus dat ga ik zo uitborsten. En dan zit het hopelijk goed. Kun je me niet zo aankijken? Wij gaan nu naar Haarlem toe. Want daar is de grote shoot. Ben je klaar voor? Nee. Oké, mooi. Ga. Ga je weer. We zijn er bijna nog 5 minuten. Het is goed, man. Lekker de bruine benen, jij. Wat, hè? Bruin gezicht. Maar je handen zijn niet zo bruin. Ja. We zijn er. Oh, ik zit vast. En nu gaan we lekker. Kijk uit. Ook door shoot en interview. Hallo, ik ben Emma van het YouTube-kanaal. En ook even een linkje staat in de beschrijving. Moet je allemaal even volgen, want ik heb echt super leuk YouTube-kanaal. Leuk gast die van Jade. Nee, grapje. Love you, Jade. Abonneer allemaal. Like deze video. Wat nog? Volg Jade op Insta. En dat is het, denk ik. Nee, maar Jade zit nu heel mooi in de make-up. Want ze is inmiddels aangekomen. Kijk, hier is ze. Pretty, pretty, pretty. Zit je nou jezelf te promoten, mijn vlog? Nee, hoor. Ik ga al weg. Ik heb niks gedaan. En zijn er dingen waar je niet over wil vloggen? Van nou, dat ik verdrietige dingen, of doe je dat ook wel eens? Nou ja, ik doe wel de meeste leuke dingen. We zijn onderweg naar huis en we staan nu op de sluizen bij Hoogovens. Nee, Tata Steel. Daar. En daar wil ik eventjes een foto mee. En ik heb outfit change gedaan. Alles voor de foto. Dit shirtje aan. Op gewoon deze broek. Ja, jij bent niet zo leuk. En dan ga ik eventjes ja, een foto maken. Daar. Oh my. Heb je honger? Ik ga niet te dichtbij. Ik heb altijd dat ik altijd moet kiezen waar we heen moeten als we wanneer we gaan oversteken. En dit keer was het weer het geval. En ik ging al gewoon rustig oversteken. En dan kwam mijn auto aan. En zij gaat wachten. Nee, je redt het en makkelijk. En de fiets kwam er ook aan. Hè? Ja, maar ze horen te stoppen. Nee, helemaal niet. Ja, helemaal wel. Ze horen te gewoon te stoppen. Nee, wij horen te stoppen. Nee, wij horen helemaal niet te stoppen. Ik heb mijn ijsje. Maar ik moet er nog een foto mee maken, maar hij is al half aan het smelten. Dus dit gaat echt fout. Het is vast wel gelukt. Hij valt. Oh my god. En ik heb Tony Chocoloni met witte chocola en die framboos ding of zo. En ik ga weer wat met mijn heb jij? Ijs. Oh, koekendeeg, koekjesdeeg, koekendeeg. En stroopwafel, eeuw poe. Oh ja, ik heb ook nog koekjesdeeg. Eerste ijs van het jaar. Ja, dat wil je snel eten, hè? Tuurlijk, het smelt half. Maar eigenlijk helemaal. Ik ben nu een foto aan het maken voor mijn Instagram. Voor L'Oreal. Dus
Ik heb net een flat leeggemaakt voor mijn Instagram verhaal en voor als swipe. En ik heb met alleen dit ga ik foto maken voor het verhaal. In de tuin, want zonnetje schijnt het vet lekker. Wij gaan buiten eten. We hebben nachos. En ja, dit voor de rij. Goed gedaan. Zie je er leuk uit? En daar hebben we Roosie. Hi. Oké, okay, dankjewel voor het opscheppen. Dus. Wat is dat? Poepvlieg. Ja, ik heb echt... Ik trek beesten aan of zo. Ik trek mensen aan in winkel. Oh, had je het weer? Ik kwam een vrouw naar me toe en ik ging vragen of ze wist hoe de telefoon werkte. Ik dacht, nee, dat weet ik niet. Nou, ik was op de fiets met Louise en toen zei zo'n man, die zat me zo te roepen en die dacht, en ik mag van mijn moeder nooit naar mensen luisteren. Mijn vader is gaan kidnappen. En toen zei hij zo, weten jullie waar NS is? Ik dacht, NS? Dus ik dacht, oh, het station. Maar dat was aan een hele andere kant. Ik zat daarna die kant helemaal op. Maar je moest op een gegeven moment een derde of zo rechts. En dan zei je, ja, helemaal aan het einde moet ik dan naar rechts? Ik zat zo... Hey, praat je voor de buren of voor ons? Hij zei dus zo... Toen vroeg je dus of jij helemaal aan het einde rechts moest. Dus toen zei ik maar ja. Op een gegeven moment moest je had hem op de rotonde in omdat hij stil ging staan. Omdat hij niet wist waar je naartoe moest. Toen dacht ik, ja, sorry. Meer help ik maar niet. Ik had ook naar Marina en Paul in Amsterdam. Mag ik jou wat vragen? Nee. Nou, dat ik niet, maar wat vroeg ze? Ze moest ook voor het station mee. Oh, jij bent natuurlijk ook zo bekend in Amsterdam. Zolang je op de Kalverstraat staat, hè? Even kijken. Wat doe je? Wat zijn jullie lievelingsliedjes? Mogen ze ook zingen? Ja, graag. Ik weet alleen of de buren daar en de kijkers blijven horen. Spice Girls. Luf, vind ik ook wel leuk. All by myself als ik wil. Oh, mama. Toch wel Nederlands taal. Ja, hè? Andrea Hass is. Ik was heel erg fan van die tafel wat mangarode kunnen zetten. Ja, ik was ook aan bereid. Jij zit laag. Luf. Ja. Dit. Dat is een van mijn favoriete liedjes. Ik vind Holiday in Spain ook leuk. En Herman. Herman? Ja. Dat vind ik ook leuk. Ja. Ik kwam laatst op tijdens rijles, dacht ik. Er zit echt op in mijn gezicht te tuffen. Ik moet gewoon slaan. Je zit ook echt gewoon te zitten. Beetje zure room. Oh. Ik voelde echt zo hier en hier zo'n hele stip. Dit is ook echt wel lekker. Ik vind het echt heel lelijk. Je eet lelijk? Ja, ben je wel zo groot. Ja, ik nooit met mijn chauffeur, ik doe normaal. Nee. Kijk zo. Liever geen wenkbrauwen, ook niet bijtekenen. Of nooit meer haar, ook geen pruik. Nooit meer haar. Wat zei ze? Zonder wenkbrauwen, of zonder wenkbrauwen en je kan er niks aan doen. Of zonder haar en je kan er niks aan doen. Zonder wenkbrauwen? Natuurlijk niet, dan heb je echt zo'n raar hoofd hoor, zonder wenkbrauwen. Nee, want... Nee. Wat zou jij doen? Zonder wenkbrauwen. Ja, hè? Dat zei jij niet. Nee. Ik bedoel zonder haar. Nee. Maar je mag ze niet bijtekenen. Nou en ja, toch ook niet? Nee, dus. Nee. Maar nog wat doekjes of zo. Gewoon zo. Een beetje lange pony. Als je pony neemt, zie je toch niet aan. Ik ga een bril nemen. My little pony. Wat is het irritantst aan jaren en wat is jullie favoriete eten en waar kunnen jullie echt niet zonder? Is dat één vraag? Ja, in één zin gesteld. Oh, wat is het irritantst aan mij? Jo. Je stem. Dat mensen zeggen dat het rustgevend is. Ja. De laatste tijd krijg ik alleen maar
te horen dat mijn stem rustgevend is, maar dat heb ik nog nooit van iemand gehoord. Nee. En, zijn jullie dan maar? Ja, als je slaapt is rustgevend. Je stem? Slappen. Oh. Ja, dat is wat was het? Wat deed je? Doe eens normaal! Wat is jullie favoriete bezigheid als jullie samen zijn? Eetje. Dan ben je ook al in de bol. Ja. Anders ben je er niet. Hm. Ik vind shoppen wel leuk. Leuk Noora? Ja, eigenlijk. Noora gaat alleen mee shoppen als ze zegt, Noora, gaan we daarna daar wat eten? Gaan we langs Starbucks. Oké, ik ben mee. Of als jullie zeggen, dan mag je iets uitzoeken. Oh ja. Oké, wij hebben dus de auto van mijn tante. En wij willen daar een foto mee maken. Want ja, die is best wel cool. En een open dak, dus dat gaan we doen. Maar we moeten nu eerst de andere handtekeningenkaart ophalen bij mijn vader. En daarna gaan we eens kijken of hij hier ergens dichtbij is. Een plekje waar de auto neer kunnen zetten voor een foto. We hebben een plekje gevonden en we gaan nu kijken of het leuk is. Ik moet nu op het dak gaan zitten en het is mijn hotel. Leuk. Ik zit nog steeds buiten met een mooie knot op mijn hoofd. Ik heb er nu iets van 110 af of zo. En ik ga nog heel eventjes door. En ik neem er ongeveer 100 mee per dag. Want dan heb ik in ieder geval voor een paar mensen wat die geen boekje of zo mee hebben. En anders, ja, die andere moet ik dan gewoon ergens opschrijven. Maar dan heb ik in ieder geval dingetjes mee. Het is vandaag de YouTube Gathering dag 2. En ik zit hier in de auto met Rosalie. En wij zijn gisteren ook al naar de Dutch YouTube Gathering geweest. Maar ja, omdat we aan het begin een beetje aan het zoeken waren. Met ja, wat we eigenlijk wilden gaan doen. En waar alle ruimtes waren waar we heen konden. En met andere mensen. Hebben we eigenlijk niet gevlogd. Dus dat gaan we vandaag doen. Jij bent ook aan het vloggen. Ja. Dus die vlog staat denk ik wel eerder online, hè? Ja, nee. Denk het wel. Mijn kompas in. Mij online. Ja, meisje komt wel. Nou, daar staat Rosalie de vlog waarschijnlijk al online. Die kan je ook nog kijken. En abonneer natuurlijk ook op Rosalie. En vandaag gaan wij hopelijk de hele dag vloggen. We hebben het dus met 2. En dit is heel erg. Ik zoek in omhoog. Samen vloggen. Oké, jongens, we zijn in Amsterdam. Want we gaan vandaag naar een modeshow in plaats van Jade. Want Jade is op de Dutch YouTube Gathering bij jullie. Dus wij nemen het even over. Ik ben er. Ik weet niet of jullie me nog kennen, waarschijnlijk niet. Lorena, ik ben even ongemakkelijk als eerst. Noora is er ook bij. En dan hebben we nog Nina daar. En dan hebben we nog Iris. En we gaan vandaag voor jullie vloggen. En dit is niet mijn angle. Ik weet niet helemaal hoe dit werkt of zo, want ik zie mezelf ook echt niet. Let niet op Lorena, de bond. Ze heeft nogal het nachtje uitgehad. Ja, we gingen uit en toen... Viel mijn blauwe plek. Jouw blauwe plek. En toen viel ik. Dus hier, strijdwond. Niet drinken onder je 18e. Niks 18. Wij gaan nu naar de Pleuro toe. En ik weet niet of jullie online kunnen horen, maar ik ben dus aangekomen. Ik ben samen met Emma en Roos. En wij gaan nu naar de Pleuro. We zitten nu op de Dam. Het is super warm. Iedereen kijkt ons raar aan, maar YOLO. YOLO. En wij gaan even de modeshow vloggen, dus hef. We staan bij Emma de Meet & Greet en ik heb vandaag niet heel veel gevlogd. Maar het is best wel hectisch en ja. Ik probeer wel zoveel mogelijk te vloggen en we supporten Emma in ieder geval. En hopelijk zijn er nog meer mensen die komen, want dat is wel erg gezellig. En ik heb nog half 6 opgehaald, dus...
laagstreepje Iris Bosman. Dus dat kan ook niet. Iris laagstreepje Bosman kan ook niet. En Lorena Bulten. Ik hoop dat hij mij scherp gesteld. Maar ik zit hier met een reden. Het is nog lang geen moederdag, zelfs over. Maar in samenwerking met L'Occitane mag ik mijn moeder dit pakket geven. Dit is een pakketje met een geurtje, een body milk en nog iets. Ik ben even vergeten wat dat is. En dit superleuke doosje met roze roos. Echt super mooi. En die ga ik nu aan mijn moeder geven. Want de rozen zijn niet heel lang houdbaar. En kijk ook zeker als deze video online staat mijn foto op Instagram. En mijn moeder komt er nu aan. Ze weet dat ik dit heb. Want mijn moeder heeft standaard mijn mail, zodat ze mij kan helpen met mailtjes beantwoorden en zo. En daar kwam deze mail ook in. Dus ze weet dat dit gaande is. Maar ja, het is natuurlijk altijd leuker om het in het echt te krijgen. Dus ik ga het nu aan haar geven. En ik ga gewoon zeggen dat ze weer naast me moet komen zitten. En ze ziet er lang al staan hier. Gaat ze nou echt stofzuigen? Mam. Kom eens. Negeer je me nou expres? Mama. Kom. Kom eens zitten. Je gaat vol in beeld komen. Echt je hele lichaam. Je hebt allemaal vieze. Kom je nou zo in mijn vlog? Ja, waarom moet ik in je vlog? Kom eens. Je weet natuurlijk dat ik iets voor je had. Eigenlijk voor moederdag. Ja, ik dacht dus dat je het niet zou zien hier. Maar waarschijnlijk zie ik toch al. Nee. Oh. Het is nog lang geen moederdag. Niemand maar... die het ziet zo. Nee, maar ik heb het in al laten zien hoor. Oh. Ik heb hier voor jou. Van L'Occitane. Een heel mooi pakket. Dus ook nog maar. De roze. Ik kan niet even hoger zitten. Ja, er zit water in. Je moet je zorgen wel. Nee, want het zat in een grote. Ja, het zat in een grote doos. Ik hou me een beetje tegen. Wauw. En echt mooi. Nee, het is niet nice. Het ruikt echt lekker. Ja. Zie je ze allemaal? Bang als ik het schrijf. Nou, ik zou dat niet doen, want er zit water in natuurlijk. En er zit nog een laagje onder. De perfect rose. Ze zijn echt mooi, hè? Waar zitten ze? Waar eindigen? Nou, ik wil er eigenlijk eentje uithalen. En ja, heel veel denken waarschijnlijk dat... Je bent nu weer uit beeld. Je doet het goed hoor. Goed voor elkaar gekregen. Heel veel denken waarschijnlijk dat mijn moeder en ik, omdat ik een vlogger ben, altijd heel leuk tegen elkaar zijn. Is dat ik zo? Ik ben altijd heel leuk tegen jou. Nee, dat is en niet jij zo. Niet nou. Nee, dus je hebt best wel wat goed te maken. Ja, zeker waar. Even mijn beeld. Ik heb ook echt leuke ja, je melding. Ziet er onwijs... Het zweet zit op mijn bovenlip. Ja, wat heb je gedaan? Gezogen en was erin gegooid. Dat moeders doen. Dat doe je nooit. En ja, nee, wij hebben ook echt heel veel... Sorry. Hey! L'Occitane. Ja, goed. En nee, wij hebben ook echt heel veel ruzie. Zweet. Ja. Maar deze mag je ook openen. Heb je die ook al bekeken? Nee. Dat strikje te zien? Nee, het strikje zat zo. Heb je scheet gelaten? Nee! Nou! Nou, dat zou ik niet doen in mijn vlog. Dat ruikt toch niemand alleen in. Ah, ik ruik het ook. Ik ben het niet. Het betekent niet dat als wij altijd ruzie hebben dat ik er ook niet mag. Mijn moeder is echt heel lief. Hij doet heel veel voor me. Maar ja, ook ik heb ruzie met mijn moeder en ook ik zit in de puberteit. Maar, oh. Ja. Gelukkig staat het op camera. Oh, wauw. Een douchegel? Oh, is dat een douchegel? Ja. Ah, dat is een douchegel. Oh my god. Een body milk? Het ruikt echt heel lekker. Het ruikt naar de... Het ruikt naar de roze. Ja, het ruikt echt naar die roos.
Of het echt zo hoort, weet ik niet. Maar hij ruikt er echt naar. Oh, zo, en het is de... er een mooi in zat. Oh, mooi. Oh. Zo. Nee, dat is zo, hè? Zo. Oh, andersom weer precies. Van Terre de Lumière, low. Low? Low. Dit is de shower gel. Ik zet hem even hier aan. Ja. Dit is body milk. Oeh. Nee, maar het ruikt echt precies naar die rozen. Heel fris. Net als je een pak nieuwe rozen hebt. En normaal geef ik mijn moeder sowieso niet bloemen. Maar als ik ze zou geven, zou ik geen roos geven. Want jij bent onwijs goed met rozen, hè? Mm-hmm. Volgens mij kan geen één vrouw goed met rozen omgaan. Dit is echt lekker. Ja? Ja. Mij niet. Jawel. Mevrouw Ada kon heel goed met rozen overweg. Ja? Oeh. Die liet ze echt, kon ze echt 3 weken zo laten staan. Ja, die deden stuivers ik vind het knap, bij, zei die het deden... Die ging ze allemaal insnijden, die praten er tegen. Ik kon ze echt zo 3 weken. Moet je ook proberen? Nou, doe ik, want ik denk dat ze mijn stem niet leuk vindt. Maar ik denk het niet. Kan iemand dit winnen? Oh. Iemand niet kan mijn dit ook winnen. Toch? Oh, niemand die me ziet zo. Nee, iemand kan dit winnen en dan pakken we jouw pakketje weer heel leuk in. Oh, dan gaan we vast even oefenen op de strik. Ja. Dus degene die je met zo'n stukje hebt gekregen, dit papiertje, dat, dan was die, was, voor was die voor mij. En je kan dit winnen. Kijk op mijn Instagram. Daar zie je het voorbij komen. Voor wanneer krijg je dan? Krijg je het dan voor moederdag? Nou, ja, dan krijg je het. 7 mei is dan de uitslag. Maar ja, we gaan er nu even foto's mee maken. Ga ik even het geurtje leeg spuiten. Dat zie je toch niet voor de foto? En ja, dan zien jullie weer bij de volgende dag. Ik zeg altijd ja. Thinking of